Mag ik uitnodigen de president van de Republiek Suriname voor het overhandigen van de benoemingsresolutie aan de heer Maurice Roemer. Dank u wel. We weten dat het financieel systeem in een heel precaire situatie terecht is gekomen. En gelooft u me, het vereist durf, moed en gevoel en liefde voor het land om te zeggen aan mijn gezin, mijn kinderen, mijn vrienden en alle relaties, ik wil mijn bijdrage leveren. Ik wil Suriname ondersteunen om samen deze job te klaren. Het heeft heel veel voeten in de aarde gekost, dat weten we. Maar het is eigenlijk, bekende uitdrukking, eind goed, al goed. Ik dank u allereerst voor het in mij gestelde vertrouwen om de zware taak te kunnen vervullen, om het vertrouwen in het herstel van de centrale bank te herwinnen. Maar met de steun van de regering, het personeel en de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank, de relevante stakeholders en niet te vergeten de Almachtige, zal ik naar eer en geweten handelen om de taakstelling van de Centrale Bank op een prudente wijze, ondanks de moeilijke omstandigheden, uit te voeren. Het is bekend de grote uitdaging waarvoor je staat. Het zal niet een makkelijke weg zijn. It will be a rocky road, maar het is wel toevertrouwd. De persoon die je bent, de intelligentie, de rust, maar ook het platform waarmee je hier vandaag deze benoeming krijgt, is breed, is stevig. We zijn tevreden dat de president gekozen heeft voor een breed gedragen kandidaat die voorgedragen is door de bankiersvereniging, de VSB en de ASFA. Hij heeft het vertrouwen van ons, hij heeft de ondersteuning van ons en hij voldoet aan het profiel dat we hebben opgesteld. Enerzijds en anderzijds denk ik dat hij in staat is het vertrouwen die op dit moment een deuk heeft opgelopen, zal kunnen herstellen. Laat me alvast zeggen dat ik zeer verheugd ben dat, dat de post is ingevuld. Met genoegen zeg ik dat ik vanaf de middelbare school de heer Roemer ken. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij een goede job zal doen. Wat dat betreft is de keuze van de president, van excellentie Boutersen, een goede geweest. Hij voldoet in elk geval aan de elementen die ook zijn genoemd door de president eerder. Rust. Hij komt uit de sector. En ik denk dat dat toch twee zaken zijn die voor de bank, de centrale bank, maar ook voor het land in totaliteit op dit moment belangrijk zijn. De uitdaging is immens. Maar in het belang van ons land zal ik me uitermate inspannen om de plaats en de rol van de centrale bank weer te laten innemen in ons economisch bestel. Dat beloof ik. Mm-hmm.